Als een Remco Nijkamp. Voor de FIFO-crossers Jans Wiersema. Voor de IJsselcrossers Hans de Zweverink. Voor de Bissing-crossers Raymond van Oenen. Voor de derde crossers hebben we Henk de Jonge. En ze zijn Nijkerk is hier met Jan van Domsler. Hij scoorde alleen maar eentjes en mag het opnemen tegen die andere man die alleen maar eentjes scoorde. Voor FC Geldermalsen is dat Willy van Doesburg. Heren, succes! Oké, wie kan de kopstart pakken? Is het van Doesburg of is het van Domsler? Het lijkt van Doesburg te zijn. Ja hoor, hij spreekt nog gewoon die tweede wereld in één keer. Doet die derde op het achterwiel en is al gelijk heel wat middeltjes los. En dan zien we dat van Domsler wat moet toegeven. En dan is het gewoon thuis gereden. Hans Zweverink op positie nummer 2. Maar daar komt hij al hoor, buitenom van Domsler. Ja, dan heeft hij het eerste stuk gemist. En dan moet hij nou echt een inafslag gaan maken. En kan hij het dan van Doesburg nog lastig maken? Want van Doesburg is al uit het vierwielen. En van Domsler komt naar zijn achterwiel toe. Wordt het dan nog spannend op het laatste stuk? Al wist die conditie gewoon goed. Van Doesburg. Het lijkt gewoon nog heel spannend te gaan worden. Het lijkt nog heel spannend te gaan worden. Of wordt het toch gewoon van Doesburg die hier de winst gaat pakken? Hij wordt, oh ja, er wordt wel dicht bij elkaar, maar het is toch van Doesburg die Achterhoekskampioen wordt. En dan zien we van Oenen nog terugkomen naar positie nummer 3.